Beste mensen, van harte welkom bij dit SIP-webinar met als titel De Kracht van Kwetsbaarheid. Mijn naam is Walter van Wijk en ik ben vandaag jullie gastheer. Ik wil even beginnen met een hele korte toelichting over SIP, voor wie ons niet kennen. We zijn in 2012 opgericht om de overheid te dienen met het ontwikkelen en delen van kennis op het gebied van informatiebeveiliging en privacybescherming, om zo te helpen alle professionals en bestuurders daar hun informatieveiligheid zo optimaal mogelijk op orde te krijgen of te brengen. In dat kader organiseren wij veel bijeenkomsten en in de tijd van corona zijn dat vooral webinars geworden. Waaronder deze webinar. Heel kort even een blikje vooruit. We hebben volgende week nog een webinar over hoe ga je om met aanbesteden ten aanzien van veilige software. En we hebben later in februari nog een webinar samen met NCTV over het Nationaal Crisisplan Digitaal. Dan heb je dat vast in je agenda kunnen zetten. Meer informatie kan je vinden op sirpleio.nl of hou je mail in de gaten als je lid bent van ons netwerk. Nou, dat was wat mij betreft het delen van de plaatjes. Dan ben ik alleen even mijn cursor kwijt en ga ik stoppen met delen. En wil ik Sebastiaan van Erven van harte welkom heten. Burgemeester van de gemeente Lochem. Voor alle duidelijkheid, wij hebben afgesproken dat we elkaar zullen tutoyeren tijdens deze webinar. Ik ben heel erg blij dat je er bent, Sebastiaan. Voor dit o zo belangrijke onderwerp. Je hebt al heel vaak op de bühne gestaan, live of virtueel online, om iets te vertellen over de hack die heeft plaatsgevonden bij de gemeente Lochem. Daar gaan we het eigenlijk zeker niet aan de technische kant vandaag over hebben. Vandaag gaat het echt over het communicatieproces daaromheen en tijdens die hack. Dit wordt een hele interactieve sessie, maximaal een uur. Maar we beginnen hem met eigenlijk eerst een kort verhaal van Sebastiaan van Erven over hoe dat zo allemaal gegaan is in Lochem rondom die hek en de communicatie erbij. Dus Sebastiaan, ik geef jou bij deze graag het woord. Ja, Walter, dankjewel. Leuk om hier eens over te komen kunnen praten. Zoals je net ook al zei, ik heb al vaker verteld over de technische kant van de hek en wat er allemaal bij is komen kijken. ik moest het zelfs even opzoeken. 6 juni 2019, het lijkt alweer zo lang geleden. En tegelijkertijd houdt het thema ons nog steeds bezig. En ook bij onze buren in Hof van Twente ervaren ze nu nog steeds iedere dag wat het is om nou gehackt te worden. En ik denk dat het een risico is dat alle overheidspartners eigenlijk iedere dag lopen. Dus laten we er alsjeblieft ons beter op voorbereiden dan we soms doen. Mocht u wel geïnteresseerd zijn, Google gewoon even op Lochem door het oog van de naald. Daar staat ook een hele openbare en goed leesbare rapportage wat er is gebeurd. En daar kun je ook wat dieper de techniek in duiken. Als je dat toch interessant vindt, doe dat gerust even in een ander schermpje. Dan praat ik ondertussen lekker door. Een van de vragen waar ik over aan het nadenken ben geweest naar aanleiding van de hack is eigenlijk de vraag, ja, ik krijg heel vaak te horen, burgemeester, u bent er zo open over, dat vinden wij zo bijzonder. En voor mij is dat eigenlijk helemaal niet bijzonder, maar blijkbaar is het dus bijzonder dat ik het zo normaal vind om zo open te zijn, als u het nog kan volgen. Dus ik heb wat zitten graven en eigenlijk kom ik erachter dat het misschien gewoon te maken heeft met een verschuiving van tijdgeest. Ik neem u even mee naar de tijd dat ik nog op de basisschool zat. Dat was de tijd dat ik een van de eerste computerdiploma's op de basisschool kon gaan halen. Toen werd er nog gewerkt op een MSX-computer, waar we met een CGA-beeldscherm de allerbasisbeginselen van het computerwerk aan kinderen probeerden bij te brengen. En ik weet nog dat ik met mijn vader meeging naar het werk, het Bouwfonds Nederlandse Gemeenten te Hoevelaken. En daar vertelde mijn vader heel trots dat hij een computer op zijn bureau had gekregen. En dat was een terminal, want elders in het gebouw, daar stond de mainframe. Dat was toen een hele normale gezagsverhouding. Je hebt een centrale computer en daar organiseren we het centraal, gestructureerd en overzichtelijk. En die eindgebruikers die gebruiken dat overzichtelijk. En ja, dat was een hele normale indeling. Kijk, ik wilde jullie drie kleine verhaaltjes uit mijn verleden vertellen. Het tweede verhaaltje ging eigenlijk over mijn grootmoeder, want ik heb ooit eens op de middelbare school gezeten. Toen moest ik Latijn leren. Ik was bij mijn grootouders rijtjes aan het stampen en zoals een puber betaamd was ik daar stevig op aan het voeteren. Waarom is het allemaal voor nodig? Dat gebruik ik later nooit meer. Het is allemaal onzinnig. En mijn grootmoeder sprak toen de woorden, Latijn betaalt geen Latijn. Studeer nou maar goed door, jongen. En dat vond ik verbazingwekkend. Latijn betaalt geen Latijn. En dat betekende eigenlijk iets, er is dus een soort bovenklasse
En die wordt gekenmerkt door mensen die Latijn spreken, want dat is natuurlijk de elite, de notaris, de dominee, de burgemeester, de dokter. En ja, die sturen elkaar geen rekeningen, want dat is volkomen normaal dat die scheiding in klasses er is. En ja, een paar jaar later ging ik studeren. En ja, weet je, zoals we studenten betaamt, je houdt van muziek, je wil nieuwe dingen ontdekken. En dit was de tijd voordat er Spotify was. Dus ja, Napster en Kazaa, die kenden voor mij als student geen geheimen. Er was dus helemaal geen logische hiërarchische structuur met een elitaire bovenklasse, maar het netwerk was zichzelf enorm aan het verbinden. En ik denk dat dat een belangrijke maatschappelijke verschuiving is die aan het plaatsvinden is. Namelijk dat de klassieke gezagsverhoudingen onder druk staan. Het feit dat iemand die de baas is ook zomaar het gezag heeft vanwege het simpele feit dat hij die titel heeft, is niet meer vanzelfsprekend. En of we het nou the wisdom of the crowds noemen of peer-to-peer netwerken. Het feit dat we veel makkelijker met elkaar verbonden zijn, dat is wel echt kenmerkend voor deze tijd. Ik vergelijk het ook maar even met het CIP, Walter, gehost ook door het UWV. Bij het UWV draait ook het o zo belangrijke SUI-net. Voor de mensen die dat niet weten, alle informatie over sociale uitkeringen en verzekeringen in Nederland delen alle partners met elkaar. En onze wet natuurlijk zit zo in elkaar dat iedere eigenaar van de gegevens is verantwoordelijk voor dat deeltje van. Nou, ik zou het al een interessantere discussie vinden. Wat nou als ons SUI-net zo onder vuur ligt digitaal dat het plat gaat? Wie is dan verantwoordelijk? Zijn dat dan al die deeleigenaren gezamenlijk tegelijkertijd of naast elkaar? En heeft er iemand coördinatie? Pakken we dat gestructureerd aan? Ja, dat is echt wel een onderdeel van deze tijd. En ik neem even deze lange aanloop, omdat het volgens mij iets zegt over het digitale ecosysteem waar we nu in zitten. Het is namelijk een feit dat wij gedoemd zijn tot kwetsbaarheid. Dat is een citaat van Geert Mak, in een hele andere context geschreven, maar ook van toepassing op ons digitale ecosysteem. Kijk, mensen die iets van techniek weten, die hoef je niet uit te leggen, maar de enige veilige computer is er eentje die niet gebouwd is. Zelfs een computer die uitstaat, kan een beveiligingsrisico vormen. Tegelijkertijd, voor de dingen die wij onze samenleving willen bieden, stel je voor het online aanvragen van een vergunning, ja, dan moet die computer aanstaan en er moet een luikje zijn waardoor die aanvraag naar binnen kan komen. Het zijn allemaal risico's die wij bewust organiseren. En het idee dat er dus een soort zero-risk digitale samenleving zou zijn, is hopeloos naïef. Dus het enige wat we echt zouden kunnen doen, is ons bewust zijn en volledig accepteren dat we dus in een digitaal ecosysteem zitten waarin het barst van de risico's. En dat is eigenlijk iets over de achtergrond wat er met mij gebeurde toen ik op die 6 juni 2019 opeens een telefoontje kreeg van mijn CISO met ja, we zijn gevraagd om naar het gemeentehuis te komen, want er is verdacht netwerkverkeer. Voor de mensen die mijn verhaal wel eens eerder hebben gehoord, toen heb ik gezegd, wacht even, ik bel wel even Brenno, want we hebben net overlegd over een nieuwe cybergame om bestuurders meer bewust te laten worden van de digitale risico's. Ik denk dat iemand een scenario op de verkeerde stapel heeft gelegd, want dit kan heus niet. Nou, dat bleek dus allemaal verkeerd te zijn, want het kon heus wel en we lagen stevig onder vuur. Maar vanaf moment 1 heb ik toen gezegd, nou ja, als het zo is dat het echt zo is, dan wil ik ook dat we er open, eerlijk en transparant over zijn. En dat we er zoveel mogelijk van gaan leren. En als het ons overkomt, dan overkomt het ons toch wel. Dat ontkennen levert veel meer schade op. En achteraf kan ik alleen maar constateren dat ons dat heel veel goed heeft gedaan. En dat het eigenlijk ook aansluit bij de verwachting die een hoop mensen in de buitenwereld hebben. Dat als je onder vuur ligt, dat je er open en eerlijk over bent. Dat als je dingen verkeerd hebt gedaan, dat je eerlijk zegt, joh, dit hebben wij verkeerd gedaan. Sorry, hadden we niet moeten doen. Nu hebben we ervan geleerd. Hopelijk kunnen we het in de toekomst voorkomen. Die benadering klinkt heel eenvoudig, maar blijkt in de praktijk woest ingewikkeld te zijn. En zeker in de digitale speelt er nog wel een extra rol bij. En gelukkig hebben wij in onze casus daar slim op kunnen schakelen om door een aantal werelden bij elkaar te brengen. Dat gaat over de technische wereld. Wat is er nou technisch aan de hand? De politiek-bestuurlijke wereld. Ja, als er in een bestuurlijke omgeving besluiten moeten worden genomen, ja, hoe doe je dat dan? Wat zijn dan de dynamieken? En natuurlijk ook de wereld van de media daarbuiten. Er is wat aan de hand en journalisten werken weer vanuit hun eigen bril, een eigen visie op de samenleving. Hoe schakel je die nou slim naar elkaar toe? En dat is een van de dingen waar ik in onze sessie in onze crisis heel veel tijd en aandacht aan heb besteed. Hoe laten wij die werelden nou op elkaar inspelen?
Want dat er dus mogelijk verdacht netwerkverkeer was rondom een van onze testservers vanuit het RDP-protocol. Ik denk dat de meeste bestuurders geen idee hebben wat we dan bedoelen, wat er aan de hand is. Laat staan dat we aan de buitenwereld kunnen uitleggen, joh, er zitten boeven binnen, die proberen we naar buiten te krijgen en straks gaan we kijken wat is er nou gebeurd als ze binnen zitten. Dus dat is eigenlijk de twee belangrijkste lessen die ik zou willen meegeven. En wat volgens mij gaan wij daarna zo meteen in ons twee gesprekken nog verder op in. Is 1. Accepteer alsjeblieft, we zitten gewoon in een hoog risico-omgeving waarin we gedoemd zijn tot kwetsbaarheid. En als je ervoor staat om daar leiding aan te geven, accepteer alsjeblieft die werkelijkheid en zorg ervoor dat al die verschillende werelden elkaar kunnen gaan begrijpen. Ik zou alle bestuurders en alle journalisten gunnen dat ze een soort basiscursus internetprotocol krijgen, zodat ze een beetje begrijpen hoe het in zit. En het voordeel wat ik natuurlijk had, is dat ik het een beetje leuk vind wat daar nou allemaal omheen zit, dat ik de basisbegrippen en technieken een beetje ken. Maar zelfs als je ze niet kent, zorg dat je iemand vindt om je op de hoogte te laten brengen. Nou, dat zagen we bij DigiNota ook al, dat zelfs minister Donner op zo'n manier met allerlei beeldspraken kon gaan uitleggen wat is een man-in-the-middle attack. Hoe zorg je ervoor dat je zeker weet dat de brief die bij jou in de brievenbus komt ook is van degene van wie je denkt te krijgen. Ja, dat zijn wel de stappen die we met elkaar zullen moeten zetten. Want de digitale dreigingen in het ecosysteem die zijn heel reëel. Omarm ze dus maar. En zeker als bestuurder zorg ervoor dat we zoveel gaan vertalen dat we begrijpen wat er aan de hand is. En ook kunnen snappen dat de wereld van de media en de wereld van de politiek soms een hele eigen dynamiek hebben. En dat je aandacht moet besteden om die op elkaar af te stemmen. Nou, tot zover even mijn aftrap, Walter. Dat is een onverwas einde, Sebastiaan. Ik ga schrijven. Dank je. Ja, heel interessant voer voor verder gesprek. Er worden wat vragen op de chat gesteld. Q&A moet ik zeggen, om het niet verwarrend te maken. Die ik meestal gaan proberen te nemen. Ik wil eigenlijk heel graag eventjes terug naar de basis. Ja. Al heel snel nadat je wist dat er bij de gemeente Lochem een hack was geweest, of een cyberincident, besloot je erover om in behoorlijk detail openbaar te communiceren. Maar waarom nou precies? Want je hebt het nu over kwetsbaarheid, gedoemd tot kwetsbaarheid, maar waarom besloot je daar zo open over te communiceren? Vanuit een gevoel van eerlijkheid. Als je onder vuur ligt, kun je het maar beter zelf zeggen. En ook een van de dingen die ik eigenlijk vanuit mijn reguliere crisistrainingen als burgemeester heb meegekregen. Als er iets aan de hand is, zinkt dat toch wel rond. En hoe vind je nou een betrouwbare bron van informatie waarin je enigszins grip hebt op wat komt er nou naar buiten? Nou, dan kun je het toch maar beter zelf naar buiten brengen in plaats van speculaties van anderen afwachten. Dus ook om zelf grip te houden op de situatie, dacht ik, we gaan gewoon zelf communiceren. Dus dit heeft te maken met het vertrouwen naar jouw burgers toe ook, dat daar eerlijkheid in zit? Ja, vertrouwen, maar ook imago. Kijk, wat ik niet zo goed begrijp, maar dat ligt gewoon heel erg bij mij, is dat er mensen zeggen, ja, we communiceren niet, want we zijn bang voor imagoschade. Ik denk dat de imagoschade van niet eerlijk zijn en erover jokken en de tijd zoeken om er onderuit te komen of hopen dat het niet zo is, nog vele malen erger is in deze wereld. Zeker omdat in de tijd van social media alles vliegensvlug kan gaan. En voor je het weet ben je de grip kwijt. Dus ja, dan kun je toch zeker maar zelf op tijd met de billen bloot. Zeker. Het is wel grappig trouwens dat jij zegt dat het onderdeel uitmaakt van de burgemeestersopleiding. Zit het onderdeel er al langer in? Of hebben ouderen dat misschien gemist? Nou ja, dit is een van die dingen die gewoon in iedere crisis altijd weer heel ingewikkeld is. Er is namelijk een formele informatielijn. Dus als er een grote ramp gebeurt, dan moet het via een aantal stappen, een aantal protocollen bij de burgemeester worden gemeld. Terwijl iedereen weet dat als die burgemeester even op zijn telefoon kijkt, hij het een kwartier eerder weet dan het formele telefoontje via de keten. Ja, dit is gewoon zoals de wereld nu in elkaar zit. En waar we dus vooral op moeten inspelen, ook in zo'n crisissituatie, dat is ook de opdracht die wat mij betreft bij iedere crisis uitstaat. Zodra je weet dat er een crisis is, vestig jezelf als overheidsorganisatie, als betrouwbare bron van informatie. Daarmee druk je de speculatie de kop in en krijg je veel meer kans om zelf grip te houden op wat is er nou aan de hand. Dus alleen al zeggen, dames en heren, we hebben gezien of gehoord dat er een explosie is. We weten nog niet precies wat er is gebeurd, maar we reageren zoals nodig is en we zullen u op de hoogte houden zodra dat kan. Alleen daarmee claim je in dat hele ingewikkelde informatieveld
een hele belangrijke positie. Want de meeste mensen zoeken gewoon betrouwbare informatie. Ja. Wees dan dus ook die betrouwbare overheid door eerlijk te zeggen wat er aan de hand is. Dus ook even te melden als er niks te melden valt, maar als het wel zo is dat je daar dan vervolgens weer mee in contact gaat met de mensen. Ja, kijk, om heel erg platvloers te maken. Als er ergens een overleden iemand wordt gevonden, is het toch logisch dat wij, voordat we naar buiten treden met het hoe en het wat, de familie informeren? Dat is toch een normale menselijke gedachte. Dat kunnen wij prima uitleggen. Dat er een hoop mensen spanning en sensatie omheen zitten te zoeken. Wij willen namen, achtergronden, beelden en allerlei andere ingewikkeldheden hebben. Wacht even, het gaat hier om menselijk leed. En we informeren de direct betrokkenen als eerste. Dat vind ik heel goed uit te leggen. En als je dat zo uitlegt, snapt iedereen, oh ja, dat snap ik ook eigenlijk wel. En volgens mij werkt het ook bij een digitale crisis zo. Want als ik even terugblik in hoe wij onze hack hebben gemeld, is het eigenlijk ook in dat soort laagjes gegaan. Dames en heren, we hebben het idee dat we zijn gehackt. We gaan het onderzoeken. Dames en heren, we zijn inderdaad gehackt. We zijn het nu aan het onderzoeken, maar we kunnen nog niet vertellen wat er is gebeurd. Want dat loopt nog. En daarna kunnen we melden, dames en heren, nou ja, dit is eruit gekomen. En dat is ook waarmee we dus een deel van de mediaspanning effectief hebben kunnen wegnemen. Door gewoon te zeggen, dames en heren, wij doen ons werk. Dat klinkt misschien heel gek, maar juist door gewoon je werk te doen, haal je een hoop van de media-hype weg. Door gewoon eerlijk te vertellen, wat is er aan de hand? Doen ze hun best? Ja, ze doen hun hand. Kunnen ze nu al meer vertellen? Nee, nu kunnen ze nog niet meer vertellen. En een van die laagjes verderop in het traject is dan, wat zijn de consequenties voor jullie, beste burgers? Houd daar en daar rekening mee. Maar dat kan je natuurlijk niet aan het begin doen, maar achteraf wel. Nou ja, zoeken naar handelingsperspectief is een hele belangrijke. Kijk, een van de dingen die ik nu verbazingwekkend vind over het handelingsperspectief naar aanleiding van die hele grote bulk met data, die schijnt gejat te zijn van de GGD over mensen die zich hebben laten testen. Ik wil heel graag onze mensen informeren. Wat is het handelingsperspectief? Hoe weet je nou zeker of jouw gegevens er wel of niet bij betrokken waren? En wat kun jij nou doen om je identiteit zo goed mogelijk te beveiligen? Ja, volgens mij is dat bieden van dat concrete handelingsperspectief één van de dingen waarmee je mensen gerust kan stellen. Het risico is er toch wel. Ja, helder. Hey, je noemde in jouw eigen verhaal eventjes de media. Heeft dit iets veranderd in jullie relatie met de media? En wat voor kanalen heb je gebruikt voor communicatie überhaupt? Nou, wat goed is om je te realiseren, is dat er altijd meerdere kringetjes zijn in een incident als deze. Zeker als een gemeente, eigenlijk je eigen eerste lokale media, zijn de mensen die je het beste kent, maar ook de meeste moeite hebben om de technische achtergronden hiervan te doorgronden. En tegelijkertijd hebben we bijvoorbeeld technische clubs, tweakers bijvoorbeeld, of de technische journalisten bij NRC of de Volkskrant of nu.nl, doet ook vaak goed technisch nieuws. Ja, die komen vaak direct met de specifieke technische achtergrond en wij hebben niks aan de context van waar je nou als gemeente in zit. Kijk, en dat is een van de redenen waarom het dus goed is om te schakelen tussen al die verschillende niveaus, omdat de mediabehoefte van de lokale krant anders is dan de technisch specialist die vraagt wat is hier nou aan de hand en wat zijn de technische repercussies voor anderen. En dus weten hoe die mediadynamiek werkt, kan dus enorm veel uitmaken in geef je dan het goede antwoord en bevredig je ook de vraag die daarachter zit bij de journalist. Ja. En dat is ook weer dus slim proberen te schakelen tussen hoe wil je nou, kijk, ik kan van mijn lokale journalist niet verlangen dat hij precies nou weet waar in welke patch de update zat om het RDP-protocol te dichten. Maar dat een kritische journalist met technische achtergrond vraagt, hadden jullie al die patches van deze en deze datum wel of niet gedraaid? Ja, dat is logisch dat die komt. En dat je dat even een beetje probeert uit elkaar te trekken. Dus zorg ook dat er aan de achterkant niet alleen de woordvoerders klaar zitten. Want kijk, weet je, mijn woordvoerders hadden ook nog niks gehoord ooit over het remote desktop protocol voordat die hack kwam. Zorg dus ook dat er technisch specialisten zitten die je woordvoerders kunnen bijstaan om goed uit te leggen wat is er nou eigenlijk aan de hand. Om weer die doorvertaling te kunnen maken naar enerzijds die technisch specialisten die iets willen weten. En de lokale journalisten die gewoon willen weten van joh, ik heb gehoord dat de bruiloft van Tante Mien is uitgesteld. Ja, maar goed, je hebt dus te maken met verschillende doelgroepen. Ja. Waardoor verschillende communicatiekanalen, verschillende soorten boodschappen, ook verschillende woordvoerders? Of doet één woordvoerder alles en deed jij alles? Wij hebben het wel zoveel mogelijk. Een van de dingen die bij ons heel goed heeft gewerkt, is wij hebben dit
aangepakt vanuit de reguliere crisisstructuur. Voor de liefhebbers het gemeentelijk beleidsteam, waarin dan de burgemeester de voorzitter is en technische specialisten aanschuiven al naar gelang hun verantwoordelijkheid in de organisatie. En dan is er dus bijvoorbeeld ook een actiecentrum communicatie. Want als er zoveel vragen komen, dan kan een woordvoerder dat nooit in zijn eentje doen. En met het organiseren van een actiecentrum creëer je dus een cluster van medewerkers om te zorgen dat je op een consistente manier aan het communiceren bent. Het is natuurlijk wel zo dat de een beter is in het andere en dat je ook slim moet gaan schakelen tussen joh, die lokale journalist die altijd met die ene medewerker spreekt, zet die nou bij elkaar, omdat je vanuit die vertrouwensrelatie ook makkelijker kan uitleggen wat is er nou wel of niet aan de hand. En dat je zegt van wacht even, die ene technisch journalist van dat vakspecialistenblad, zet die maar rechtstreeks even door naar de technische afdeling, want anders zitten we er onnodig tussen. Maar hou me even op de hoogte, want we hebben wel een koers in wat willen we nou duiden op welke manier. Ja, er komen een aantal vragen binnen in de Q&A die gaan over de burger. Wat voor communicatiekanaal heb je nou naar de burger toe gebruikt hiervoor? En hoe vaak zijn die dan geïnformeerd? Nou, eigenlijk hebben we daar dus onze algemene communicatiekanalen voor gebruikt. Want we hebben dus een aantal keren persberichten uitgebracht om juist ook iedereen te informeren. Het heftigste was eigenlijk het moment dat we moesten besluiten om het gemeentehuis één dag dicht te doen, omdat we ons hele systeem moesten resetten. Okay. Voor de specifieke achtergronden verwijs ik er even naar de techniek. Dat was wel een ingewikkeld moment, want toen moesten we gewoon de mensen die een afspraak hadden in het gemeentehuis een dag van tevoren gaan bellen, het gaat niet door. Dat was heel specifiek en daar hebben we ook, nou ja, dat is ook grappig, ook daar ontstond op een gegeven moment angst over van, ja, dat kunnen we niet doen, want dan schrikken mensen. Ja, weet je, u kunt langskomen, we kunnen het opschrijven met papier, maar er zit nog steeds niet in het systeem. Als we nou even wachten tot het systeem weer doet, gaat alles heel veel beter. Oh ja, ja. Sorry, hier heb je een bloemetje. En dus door met ruimhartig een aantal bloemetjes uit te delen, hebben we gewoon gezegd, sorry, als overheid falen we nu even. Dit hadden we echt liever niet gewild. Het is vervelend dat u later terug moet komen, sorry. En dan zeggen de meeste mensen, ja, we snappen het ook wel, ja. Hacks gebeuren nou eenmaal en ik denk dat u er alles aan doet. Dank u wel en tot ziens. En dat helpt natuurlijk wel. En ja, dus ook, nou ja, nog even over de communicatie richting burger. Dat is een van de redenen waarom we er zo in geïnvesteerd hebben om al die disciplines bij elkaar te brengen. Hoe vertel je nou in normale mensentaal wat er aan de hand is? Dat is waar we heel veel tijd en aandacht hebben gestopt, zodat iedereen zo goed mogelijk kon begrijpen wat is er nou wel en niet gebeurd. Ook omdat die schrik, en die schrik zie je nu natuurlijk weer nu bij de GGD terugkomen, wel degelijk heel erg groot is. Kijk, ook de gemeente, wij hebben zorg voor de zorgdossiers van opa en oma. Je moet er toch niet aan denken dat die op straat komen te liggen of voor de hoogste bieden worden aangeboden om daar malefiede dingen mee te doen. Dus ja, die burger die heeft bij ons wel heel erg centraal gestaan om zeg maar een eerlijk, oprecht, uitlegbaar en goed te begrijpen verhaal te krijgen. Oké. Okay. Eén stapje dichter bij huis. Hoe ben je omgegaan? Hoe zijn jullie omgegaan met jullie eigen medewerkers van de gemeente in dit kader? Ja, dat is grappig. Daar kreeg ik achteraf ook vragen en verhalen over. Over waarom heb je niet onmiddellijk de mensen die dit gedaan hebben op non-actief gesteld? Vond ik ook een hele bijzondere benadering. Dat ligt ook niet op mijn straatje. Want in mijn boekje is het nog altijd zo, de bestuurder is verantwoordelijk en de organisatie die voert uit. En ja, we hebben inderdaad achteraf kunnen zien, in goed achterhoeks, achteraf kun je een koe in de kont kijken. Ja, hartstikke leuk. Dan hadden we precies achteraf kunnen vaststellen wat we vooraf hadden moeten doen. We hadden inderdaad een heleboel dingen anders kunnen doen. En als we die hadden gedaan, dan was het niet gebeurd. Dat klopt. Ik vind het nogal makkelijk om dat zo op te stellen. Mijn belangrijkste insteek was eigenlijk het organiseren van veiligheid voor onze medewerkers. Namelijk, leg al je zorgen en aandachtspunten nou eerlijk op tafel. We hebben op een gegeven moment een forensisch onderzoeksbedrijf erbij gehaald, NVER, om ons te assisteren in wat is er aan de hand. Hoe zorgen we voor een goede logging en forensisch vastleggen wat er is gebeurd als we aangifte gaan doen? Welke stappen moeten we zetten om ons systeem weer veilig te krijgen? Hoe kunnen we er nou van leren? Maar het is nooit enig moment in mij opgekomen om te zeggen, joh, de hele IT-afdeling die moet eruit, want als er andere mensen hadden gezeten, was dit nooit gebeurd. Dat schijnt ook bijzonder te zijn, omdat het makkelijker is om de coach naar huis te sturen dan het team te coachen om het beter te doen. Ik ben wel van mening dat dit wel de enige benadering is geweest die ons heeft geholpen om mijn hele team in staat is geweest om alle zorgen die er zijn op tafel te leggen. En bijvoorbeeld dus bij het
gewoon het besluit om het gemeentehuis een dag dicht te doen. Wat gaat er dan niet door? En welke workarounds moeten we dan verzinnen? Ja, dat vraagt durf je kwetsbaarheden te tonen. Ook voor onze medewerkers en ook voor onze organisatie. Kijk, je wil niet weten wat gemeentes allemaal digitaal aansturen, direct of indirect. Kunnen we de uitkeringen nog betalen? Kunnen de trouwerijen doorgaan? We sturen zelf de rioolgemalen aan. Kunnen mensen nog naar de wc? Ja, het zijn ingewikkelde vragen. En hoe harder je daarin goed en fout over praat, hoe minder ruimte je geeft voor nuance en praktische oplossingen. En het is natuurlijk hebben wij gekeken van, hebben mensen nou pertinente fouten gemaakt? Maar dat hebben we nooit vooropgesteld. Want als je dat doet, disqualificeer je de hele afdeling, maak je iedereen kopschuw en kom je geen meter verder. En uiteindelijk, volgens mij, als puntje bij het paaltje komt, wij zaten echt diep in de shit. Weet je, ik heb het ook volgens mij in de NRC wel eens op laten schrijven. Ik heb in de afgrond gekeken. Wat nou als al die dingen die je gemeente doet echt niet meer door kunnen gaan? Dan hebben we als samenleving echt een heel groot probleem. Dan wordt het niet beter als ik zeg, weet je wat, je kunt gerust zijn samenleving. Iedereen met kennis en ervaring, die heb ik gedisqualificeerd. Vanaf nu aan ga ik het zelf doen. Sorry, zo werkt het niet. En nou ja, die cultuur, misschien sluit het wel weer aan bij diezelfde digitale jungle. Ja, natuurlijk moet je mensen in staat stellen om alles goed bij te houden. Kijk, een van de dingen waar wij ook achter kwamen, ja, wij hebben een redelijk klein IT-team. Ja, dan verwachten wij wel topprestaties van. En die zeggen ook, ja, weet je, die laatste training over hoe blijf ik bij op beveiligingsgebied. Ik heb nog een nieuw stuk software te implementeren voor het sociaal domein, omdat daar weer de wetgeving is veranderd. Daar geef ik nu maar even voorkeur aan, want anders hebben misschien onze inwoners er last van dat iets minder optimaal verloopt. Ja, weet je, dat zijn de praktijkafwegingen die gebeuren. Ik zou soms willen dat dat anders gaat, maar het zijn wel hele begrijpelijke praktijkdiscussies. Dus ik zou het heel erg raar vinden als ik daar met alleen maar rode kaarten in mijn achterzak ging rondlopen. Maar jouw verhaal is eigenlijk ook een heel erg verhaal van loyaliteit en support naar je medewerkers toe. Dus je gaat uit van vertrouwen. Hoe ga je dan om met de situatie of de mogelijkheid dat het toch opzettelijke, kwaadaardige actie van binnenuit zou kunnen zijn? Nou, dat was de reden dat ik dus direct een forensisch onderzoeksbedrijf erop heb gezet om onmiddellijk vast te leggen wat is er aan de hand. Kijk, er zit nog een heel ander ingewikkeld laagje in. Dat is namelijk niet alleen opzettelijkheid uit je eigen organisatie. Ik denk dat er geen overheidsorganisatie is die niet sterk leunt op leveranciers en wat zij bieden binnen talloze contracten en randvoorwaarden die we hebben. Ja, wat nou als een leverancier meer risico's heeft geïntroduceerd dan ons lief is of dan wat we hadden afgesproken. Daar zit ook nog wel een heel belangrijk aandachtspunt in. Kijk, als ik bij een grote landelijke partij iets inkoop, hoop ik erop dat zij het op de topniveau uitvoeren. Wat nou als ik toch moet vaststellen dat zij daar steken hebben laten vallen. Ja. Ja, vandaar ook dat ik toen heb gezegd, weet je wat, we maken in ieder geval zo snel mogelijk een forensisch kopie van het systeem van de staat waarin het nu is, om proberen dat soort dingen zo goed mogelijk vast te stellen en te kijken wat is er aan de hand. Want helemaal naïef moet je inderdaad niet zijn. Nee. Ik ga eventjes naar de deelnemers toe om jullie te danken voor al je inbreng bij de Q&A. Dat is hartstikke gaaf. Er worden ook een aantal vragen gesteld of opmerkingen gemaakt die toch een beetje te maken hebben met de procedurele kant van de hek en wat technische achtergronden. Die wil ik eigenlijk toch even, hoewel de verleiding groot is om erop in te gaan, in dit stadium parkeren. En toch vooral naar de communicatie om dit verhaal heen kijken. Iemand die vraagt, ja, jij neemt als burgemeester je verantwoordelijkheid. Is het zo dat bij andere gemeentes volgens eenzelfde soort standaard georganiseerd is? Of hoe gaat het in de praktijk? Waarom jij, waarom anderen niet? Ja, dit heeft misschien weer toch iets met digitale affiniteit te maken. Ik leg het tegenwoordig heel vaak uit als je digitale systeem is de ruggengraat van je hele organisatie geworden. In gemeentes, vroeger waren er eigenlijk maar drie portefeuilles bij een nieuwe collegevorming en de formatieonderhandelingen interessant. Dat waren financiën, ruimtelijke ordening en sociale zaken. En dat was de macht van een gemeente. Dat werd verdeeld. Tegenwoordig zie je dat die digitale portefeuille, ja, die bepaalt wel het functioneren van die hele club. En niet alleen kun je het doen, maar ook welke kant op ga je er naartoe ontwikkelen. En dus als die ruggengraat wordt bedreigd, ja, ik vind dat chefzaggen.
Dat is gewoon echt werk voor de hoogste baas. Nee, ik ga het niet persoonlijk hand in hand doen. En nee, daar, ik gebruik zo'n kreet als het remote desktop protocol tegenwoordig tamelijk makkelijk. Maar als je mij vraagt over hoe moeten we dat precies inrichten en hoe zit het dan met de netwerksegregatie en heb je dat wel voldoende georganiseerd, dan verwijs ik ook al heel snel naar mijn technici. Maar die basisprincipes, die ken ik wel. En dat is wel misschien gewoon het teken van deze tijd. Ik vind dat iedere eindverantwoordelijke moet weten dat het digitaal functioneren van je organisatie randvoorwaardelijk is voor alles wat je doet. Kijk, dat is natuurlijk ook die opschuiving, hè? Vroeger had je een zaal met typistes en als er eentje ziek werd, ach ja, dan vervang je er eentje en dan wordt er nog steeds doorgetypt. Als nu je digitale systeem in de knoei komt, raakt het gewoon je bestaansrecht. En de meeste mensen onderschatten dat. Ik heb het ook wel eens her en der genoemd met, joh, weet je wat, bij een vrijdagmiddagborrel, pak de flip over erbij en stel je eens even voor, wat kun je allemaal niet als de computer uitvalt? En de meeste mensen denken, ja, dan kunnen we geen verslag maken van de vergadering. Ja, nee, maar die verslagen zijn echt het minst belangrijke. Maar juist die hele fundamentele dingen raak je dan gewoon kwijt. Denk eens even na over een supermarkt. Stel je nou voor dat daar de computer uitvalt. Weet je, het is vervelend dat je dan niet meer de radio in de winkel kan laten klinken. Maar het idee dat je nog de bestellingen voor morgen met de hand kan doorbellen naar het hoofdkantoor, dat zit er echt niet meer in. Weet je, hetzelfde geldt dus voor het aansturen van de rioolgemalen in een gemeente. Dat kan niet meer met de hand. Als dat systeem plat ligt, hebben we echt een fundamenteel probleem in onze samenleving. Dus dat zijn allemaal redenen dat ik denk, ja, uiteindelijk gaat dus het functioneren van je digitale systeem is gewoon chefzaak, omdat het aan je bestaansrecht raakt. En ik snap dat een hoop mensen dat snel van zich af organiseren, want daar heb ik iemand voor. Maar dat vind ik niet goed genoeg. Dus ja, ik heb ook een CISO en die heeft ook grote verantwoordelijkheden, maar als het puntje bij het paaltje komt, ligt het op mijn bordje. Oké. Okay. Dit is een belangrijk deel, zeg maar, dit gaat vooral over communicatie. Je had net al een forensisch expert die je hebt ingehuurd. Heb je ook aan de communicatiekant ondersteuning naar binnen gehaald hiervoor? Ja, ik heb net al even de naam van Brenno de Winter laten vallen. Die kende ik omdat we goed aan het overleggen waren over die VNG Cyber Game. En zijn rol was eigenlijk wel cruciaal. Ik heb hem een rapport laten schrijven na de hand van, joh, wat is hier nou gebeurd? Dat heeft de titel gekregen door het oog van de naald, juist om die uitlegbaarheid te veroorzaken. Maar tijdens die crisis was hij ook degene die verschillende werelden een beetje bij elkaar kon brengen. Omdat ik ook zo druk was met alles wat er moest gebeuren, ik ook niet altijd zelf als bestuurder die vertaalslag kon maken, of ook de juiste kennis had om alles precies te doen. Want als het inderdaad gaat over hoe zit de inrichting van serversystemen in elkaar, ja, daar heb je een beetje technische achtergrond voor nodig. Iemand die weet hoe de media werken en hoe die gelaagdheid erin zit, en dat, nou ja, ook gewoon de cultuurdingen, het ene journalistieke bedrijf is eerder geneigd om voor de sensatie te gaan en sneller te lopen dan wat er eigenlijk staat dan de ander. Hoe speel je daar nou effectief op in? En hetzelfde geldt dus ook voor politiek en bestuur. Hoe kun je van iemand verwachten dat hij precies weet wat is de lokale politieke cultuur? Wanneer moet je de gemeenteraad informeren? Wat wordt dan de boodschap? In welke volgorde gaan die boodschappen naar buiten? Dus ja, Brenno was toen voor mij een hele belangrijke schakel om die vertaling te hebben en steeds daar ook weer weerklank in te kunnen hebben, om dat steeds maar weer bij elkaar te brengen. Want voor de technische besluiten die genomen worden, is het wel handig om te weten, is er in de politiek-bestuurlijke context acceptatie voor wat je aan het doen bent? En hetzelfde geldt, wees je nou bewust van hoe wordt het in de buitenwereld gezien wat je aan het doen bent? Ja, nou ja, goed dat je dat bruggetje zelf slaat, want ik wil eigenlijk eventjes door naar een ander soort dimensie van dit gesprek. En dan met name de weerstanden die je bent tegengekomen. Waren er mensen binnen je eigen organisatie die je hebt moeten overtuigen van jouw nadrukkelijke wens om hier zo open in te zijn? Goeie vraag, ja en nee. Je merkt wel dat de cultuur al heel snel is, joh, we lossen het eerst zelf op en daarna kunnen we erover rapporteren, in plaats van we zijn vanaf moment 1 open. En dat is eigenlijk heel positief. Hè? Laten we dat niet vergeten. Dat zijn mensen die willen zich namelijk helemaal snoeihard de blubber werken om het direct maar opgelost te hebben, zodat we niet met een probleem naar buiten hoeven. Nou. En dat is aan de ene kant een vorm van loyaliteit. En aan de andere kant dus een risico.
Want ja, als jouw overheidssysteem er eenmaal uit ligt, ja, dan is de kans dat de buitenwereld dat doorheeft ook wel heel erg groot. Waar ook een belangrijk discussiepunt in zat, is ik heb natuurlijk ook aangifte gedaan bij politie. En het Openbaar Ministerie. En hoe voorkom je nou dat je dus daderinformatie naar buiten brengt, om in de woorden van het Openbaar Ministerie maar te spreken. Dus wij hebben ook even moeite moeten doen om een soort... we hebben een hele uitgebreide rapportage gemaakt, waarin ook dingen in staan, hoe zijn ze nou precies te werk gegaan. Die precieze werking, die hebben we niet naar buiten gebracht. Juist ook om het opsporingsbelang van het Openbaar Ministerie te beschermen. Want de precieze wijze wat via welke poort, vanaf welke IP, et cetera. Ja, dat is gewoon daderinformatie. En die brengen we niet naar buiten om het onderzoek van het Openbaar Ministerie te beschermen. Dus ook daar moesten we wel enige afstemming in doen. Om te zorgen dat dat goed zou gaan. Nou, wie bepaalde dan waar die grens precies lag? Nou, uiteindelijk hebben we dus besloten om een management samenvatting te laten schrijven van het hele onderzoeksrapport, gewoon door NVR zelf. En die hebben we nog samen met officier van justitie doorgenomen met wat kan hiervan wel en niet naar buiten, wat ziet het Openbaar Ministerie als opsporingsinformatie en daderinformatie. Maar dat is achteraf. Nou ja, dat is achteraf, tijdens de verantwoordingsstage, zeg maar. Ja, want als je bent heel snel begonnen met delen, terwijl de crisis aan de gang was. Zijn dat dan toch zaken geweest die wellicht iets hadden kunnen betekenen voor de dader? Had het jullie kunnen hinderen in de concrete aanpak van de hack? Hebben jullie daarin vertraagd of kwetsbaarder gemaakt dan wenselijk was misschien? Als je achteraf... Nou ja, achteraf gezien zit er wel een bepaald risico in. Want ik ben heel snel gaan communiceren, juist ook om verantwoording naar buiten toe af te leggen. En dat eerlijke verhaal te vertellen, jongens, er is wat aan de hand. Daar zat wel een bepaald digitaal risico in, waar met name achteraf harder op mij is ingepraat dan tijdens. Omdat ik daar wel een bepaald risico georganiseerd heb. Omdat je nooit weet of de dader die bij jou binnendringt, weet waar die nou precies zit. En dat klinkt heel gek, maar de meeste mensen die dit soort hacks uitvoeren, die zoeken naar plekken waar ze naar binnen kunnen komen, doen dat bij honderden tegelijkertijd het liefst. En als er toevallig af en toe wat uitkomt, zijn zij al binnen. Die zijn niet direct bezig met waar zitten ze nou. Er is wel een kans dat ze het wel degelijk wel zijn tegengekomen en wel weten en het wel in de gaten houden. En dan zou mijn actieve melden wel degelijk een risico kunnen vormen dat zij nog actiever worden als zij toch nog meer voet tussen de deur hadden gehad dan ze hadden. Nou, daar zit wel een technisch risico in. Ik denk dat het goed is om dat af te wegen op het moment dat je erin zit. Tegelijkertijd denk ik, je had juist de betrouwbare, eerlijke, nou ja, overheid, maar überhaupt volgens mij iedere organisatie, want ook voor een bedrijf geldt het natuurlijk. Hè? Waarom zou je in vredesnaam tegen je belangrijkste supporters, namelijk je klanten, liegen? Als er iets aan de hand is, is er iets aan de hand. Vertel alsjeblieft dat er iets aan de hand is. En tegelijkertijd neem dus echt direct alle maatregelen die nodig zijn. En dat betekent dus ook bij het vermoeden opschalen. Kijk, waar we het nog niet over gehad hebben. Naar mijn overtuiging raakt dit de integriteit van de overheid als je bent gehackt. Nou, een grotere ingewikkeldheid kan ik niet vinden. Wat had ik moeten verklaren als er uit mijn naam, want een paspoort wordt uitgegeven uit naam van de burgemeester, als we in de Tweede Kamer moesten gaan uitleggen, ja, er zijn 15 paspoorten uitgegeven die voldoen aan alle vereisten, we weten alleen niet helemaal aan wie. Dat was best ingewikkeld geweest. We hebben kunnen zien dat een beetje ophef over een uitkering al heel erg veel kan doen. Wat nou als iemand grootschalig had kunnen frauderen met dat systeem over kortere of langere termijn? Ja, dat raakt gewoon echt aan de legitimiteit die je als overheid hebt. Dus het kraken van de legitimiteit van je IT-systeem raakt ook aan de legitimiteit die je als organisatie hebt. En nou, dan zijn we weer terug bij wat ik eerder zei. Daarom is het chefzaggen. Ja, maar nou ben jij jouw eigen persoon met je eigen overtuigingen. Ja, je bent jong vergeleken bij andere bestuurders in vergelijkbare rollen. Dat is ook een soort andere cultuurinvloed. Als je het even breder kijkt dan alleen maar de gemeente Lochem. Jullie zitten ook in, ik geloof, iets van 200 verschillende soorten ketensamenwerkingen of zo. Hoe zijn andere bestuurders binnen of misschien wel buiten de overheid hier nou mee omgegaan? Hoe hebben ze erop gereageerd en wat vind jij daarvan? Nou, wat ik wel heel... Er werd achteraf ook op je ingepraat door verschillende instanties. Dat kan er ook mee te maken hebben.
Nou ja, kijk, wat interessant was tijdens die hack. Je zit in een heel interessant netwerk van iedereen is betrokken, maar niemand is verantwoordelijk. Uiteindelijk ga je er als organisatie zelf over. Ondanks dat alles aan alles geknoopt zit, uiteindelijk zul je het zelf moeten doen en zelf de roer in handen moeten nemen. Dat is ook absoluut mijn advies aan iedere bestuurder die wordt geraakt door een hack. Wacht niet af tot een ander je komt helpen, want dan raak je alleen maar van teleurgesteld. Ga het zelf organiseren. En er zijn echt voldoende partijen, al zijn het je eigen buren, die kunnen komen helpen. Dat kan absoluut. Wat ik wel een hele mooie beweging vond, is juist onder burgemeesters bijvoorbeeld, heb ik ook open en eerlijk verteld over mijn hack aan collega's. En dat er gewoon iets van 50 tot 60 collega's echt spontaan op mij afkwamen. Die zeiden, wacht even, wat daar gebeurd is, ik denk dat dit wel iets is voor de toekomst, dus ik wil je verhaal horen. En dat ik achteraf nog, nou ja, een paar maanden geleden van iemand hoor, ja, dankzij de maatregelen die wij hebben genomen in de aanleiding van jullie verhaal, hebben wij iets kunnen voorkomen waardoor we niet in deze situatie zaten. Nou, dat vind ik echt een hele mooie opbrengst. Ja, gaan die 50, 60 burgemeesters die jou daar op die manier over benaderen, gaat het nog een formeel vervolg krijgen binnen gemeenteland of breder dan dat? Nou ja, weet je, iedereen is hiermee bezig. En dat is eigenlijk tegelijkertijd ook mijn grote vrees. Hè? Dat voorbeeldje van Subi net, wat ik met de introductie noemde, dat speelde al. Die nieuwe webinar die hierna komt over dat nationale digitale crisisplan. Ik denk dat er echt wel een enorme opgave ligt. Je suggereerde net al, weet je, als Logom hebben wij nu zo'n 200 digitale verbindingen met diverse partijen om ons heen. Van groot tot klein. Wij zijn gewoon digitaal enorm aan elkaar verknoopt. En de standaardindeling van een overheid sluit niet aan bij de digitale werkelijkheid die er is. Weet je, we zitten gewoon met z'n allen aan van alles en nog wat gekoppeld en die risico's die zijn torenhoog. Ik heb op meerdere plekken al geroepen, ik vind eigenlijk dat we een soort digitaal artikel 5 van de NAVO nodig hebben voor ons als overheden. Artikel 5 van de NAVO zegt, een aanval op één van ons is een aanval op ons allen. We zijn zo gelinkt, we zullen moeten gaan organiseren. Weet je, mijn ervaring was toen ik werd geraakt, is dat iedereen zegt, joh, lullig voor je, en red je ermee. Ik denk dat als het nodig is, dat we elkaar echt gaan helpen, en dat het niet uitmaakt of je nou dan van een waterschap bent, en dat de waterhuishouding wordt bedreigd, of dat het een gemeente is die zegt, jongens, we kunnen de uitkeringen niet uitkeren. Kijk, daar zit ook een deel van mijn motivatie. Hè? Ik heb moeten onderzoeken van, joh, we hadden toen ongeveer 450 uitkeringen in Logom per maand. Kunnen we die uitbetalen? Nou ja, woest ingewikkeld. Dat zou zelfs eventueel nog met de hand kunnen met 450. Kun je een stad als Utrecht voorstellen, waar zo'nzelfde probleem zich voordoet, waar het niet lukt? Dat gaat om zulke bedragen, dat krijg je in de praktijk niet georganiseerd, zonder gigantische risico's voor mens en materieel. Dat is wel de werkelijkheid waar wij nu in zitten. Dus dat organiseren met elkaar, ja, dat is echt wel iets waar we nog een paar stapjes in naar voren moeten zetten. En dat is ook even het denken in schaalniveaus. Weet je, natuurlijk, iedere organisatie moet het goed doen. Ieder individu moet het goed doen. Om dat even af te maken. Wij hebben bijvoorbeeld ook naar aanleiding van onze hack een aantal participizza lunch bijeenkomsten georganiseerd. Gewoon voor onze medewerkers. Hoe organiseer je nou je digitale veiligheid thuis goed? Dus ja, update alles, zorg voor goede wachtwoorden, zorg voor tweestapsverificatie, om te zorgen dat we als organisatie en als individuen dat goed doen. Maar als netwerk en als systeem is dat vele malen ingewikkelder en dat hebben we echt nog niet goed genoeg opgepakt wat mij betreft. Nog even die ketenpartners. Wat zijn in dit kader de uitdagingen waar je daar tegenaan loopt? Nou ja, één is natuurlijk, wat ik net al zei, bijvoorbeeld gewoon iets wat naar zijn aard gefragmenteerd is. Ik ga nu voor de derde keer Subi net zeggen, en dat is heus niet de enige, maar wel een goed voorbeeld van. Dat is eigendom van allemaal deeleigenaartjes, zonder dat we ooit hebben nagedacht over wie is nou de overkoepelende eigenaar en wie zorgt er nou voor dat we weten wat we moeten doen als het misgaat. Dat is één onderdeel van. Het andere onderdeel is ook gewoon juist die leveranciersverhouding. Ik voel me soms best wel kwetsbaar. Ik ben een kleine speler, ik heb een klein IT-team. Wij kopen iets in bij een landelijke partij. Klopt het dan wel of klopt het dan niet? Dat zagen we ook tijdens de Citrix-crisis die we een tijdje geleden gehad hebben. Ja, als daarvan wordt geoordeeld, zet de boel maar uit. Want het is onbetrouwbaar. Wie weet dan wat hij moet doen?
En dat was ook waar we laatst toch elders over in discussie waren. Ja, als er op een gegeven moment dus van een NCSC een mededeling komt, dit is zo onbetrouwbaar, we adviseren u nu om het uit te zetten. Ja, dan nemen bestuurders ook gewoon de veiligheid eerst keus en zetten we de boel uit. Kunnen we overzien wat er dan gebeurt? En nou ja, weer even diezelfde vergelijking bij ons. Ik heb wel eens her en der in zalen met enige knipoog kunnen vertellen dat van al die partners, de eerste die naar ons toe kwam, dat 2 weken later was, dat was het ministerie van Justitie en Veiligheid, omdat wij een koppeling hebben om verklaringen omtrent gedrag af te kunnen geven. En dat die wel 2 weken later kwam. Nou, dat giechelt iedereen, maar dat was wel de enige die kwam. Dus ook dat bewustzijn in dat netwerk, dat dus juist al die ketenrisico's enorm belangrijk zijn. Ja, daar zullen we nog echt wel mee aan de slag moeten. Weet je, en dus zo'n laatste droom waar ik nog wel eens over droom. We hebben in Nederland ketenveiligheid in de landbouw heel goed georganiseerd. Van ieder eitje wat je in de supermarkt koopt, kun je herleiden van welke boerderij komt het en wat heeft die kip toen te eten gehad. Zo goed hebben we die ketenveiligheid in de landbouw op orde gekregen. Die ketenveiligheid tussen verschillende partners in de digitale processen die we in dit land hebben, hebben we niet georganiseerd. Wel, het werkt omdat er overal professionals zitten die iedere dag al die koppelvlakken in elkaar zitten te draaien en vast te houden en de boutjes en de moertjes opnieuw zitten vast te houden. Maar het idee dat we dus een doorlopende keten hebben, snappen dat die processen aan elkaar gekoppeld zitten, ja, dat is nog echt allemaal kinderschoenenwerk, maar juist die ketenbenadering van digitale veiligheid, ja, daar zullen we ook nog echt wel wat mee moeten, juist om daar proberen die verantwoordelijkheden met elkaar neer te leggen. Oké. Okay. Eén vraag die me nog even blijft hangen. Zijn er organisaties of personen geweest die in het kader van de openheid van communicatie je hebben geprobeerd af te remmen of te hinderen of bij te sturen? Nee, eigenlijk niet. Eigenlijk was iedereen heel blij verrast dat ik het deed en vond iedereen het heel erg verfrissend. En dat vind ik dan ook wel weer het bijzondere. Dat valt dus precies op de goede plek en tegelijkertijd zie je ook wel de worsteling voor anderen om in datzelfde tempo nou door te pakken. En misschien heeft het dan ook wel weer te maken met die cultuur waar we al eerder aan duiden. Kijk, mijn insteek in mijn organisatie is heel duidelijk. De problemen zijn voor mij de complimenten voor de organisatie en niet andersom. En dat is volgens mij een gezonde verhouding in een overheidsorganisatie. De bestuurder is verantwoordelijk, die staat voor de problemen en die pakt ze aan. En blijkbaar hebben we in Nederland niet overal die garantie en die veiligheid dat dat goed kan. Nou, ik hoop vooral dat we dat ook durven te stimuleren, want die randvoorwaarden zorgden dus wel voor dat wij, als je gedoemd bent tot kwetsbaarheid, dat ook kan waarmaken. Want een van de redenen waarom ik heb gekozen voor deze titel van De Kracht van Kwetsbaarheid, is als je nou even de rapporten terug gaat lezen, hè, als u een beetje technisch onderlegd bent thuis, doe dat vooral eens even. U kunt daar zien, wij hebben als gemeente Lochem echt fouten gemaakt. Dingen die echt anders hadden gekund en misschien ook wel hadden gemoeten. Daar zijn we niet mee om de oren geslagen, juist omdat we zo open waren. En met die cultuur denk ik dat we ons land het snelste verder kunnen brengen. Alleen, ja, we hebben wel een cultuur georganiseerd dat we het liefst kijken naar wie heeft het verkeerd gedaan, wie kunnen we daarmee om de oren slaan. Ja, als we dat blijven vasthouden, dan gaan we de digitale oorlog helaas wel verliezen. En als ik kijk naar de digitale dreiging, die gewoon nu iedere dag een feit is, hè, sla internet maar even open en ik verbaas me weer over wat er weer in elkaar aan het sodemieteren is. Als we willen blijven staan als overheid, zullen we die cultuur moeten aanpakken om dit te doen, want dit brengt ons verder. Terugkijkend, wat is jou aan deze crisis, en dan vooral even in deze context, niet aan de technische kant denk ik, wat is je vooral opgevallen of wat heeft je verrast, en wat zou je een volgende keer toch anders doen? Nou ja, wat mij een beetje heeft overdonderd, is dat mijn benadering zo bijzonder werd gevonden. Want deze keuze van openheid heb ik gewoon in 1,5 seconde, geloof ik, beslist toen ik wist dat er wat aan de hand was. Want dit was gewoon mijn opdracht, zo gaan we het aanpakken. En die kwam echt uit mijn onderbuik. Dat blijkbaar zo verrassend was, had ik me van tevoren niet gerealiseerd. En misschien is dat ook maar goed, hè? Want als je dit wilde gaan doen met kijk mij eens even open zijn, dan doe je het ook niet oprecht. Ik ben er steeds op gericht geweest om het leren te faciliteren, zowel voor mezelf als voor anderen. En dat heb ik altijd heel positief gevonden. En dat heeft ook enorme weerklank gevonden bij anderen.
Jouw vraag op wat had je nou eigenlijk anders gedaan? Ja, dat vind ik een hele lastige vraag om nu zo te beantwoorden. Ik denk dat ik had gehoopt dat het niet had gehoeven. Kijk, ik heb het echt wel heel erg pijnlijk gevonden dat we het besluit moesten nemen om het gemeentehuis een dag dicht te doen. En dat wij, nou ja, misschien is dat wat ik anders zou doen in het vervolg, is nog meer voorbereiden op een situatie waarin de computers een dag niet doen. Weet je, wij hadden bijvoorbeeld een trouwerij op die woensdag dat wij dicht waren. En het mooie was, wij hebben een hele loyale ambtenaar burgerzaken die zegt altijd, ja, het zal allemaal best, maar ik print op vrijdag altijd de trouwactes van de week daarna, want je weet maar nooit. Dat was in dit geval de redding dat op woensdag toch de trouwerij gewoon door kon gaan. En als het anders was geweest, hadden we het met de hand uitgeschreven en achteraf weer opgelost. Maar gewoon dat simpele nadenken over, ben je nou voorbereid op, wat doe je nou als de boel echt in elkaar gesodemieterd is? Welke basis wil je dan nog echt overeind houden? En juist zoiets relatief eenvoudigs als een trouwerij heeft heel veel impact in de mensenleven. Dus mij als bestuurder is dat heel veel waard om goed te organiseren. De uitkering een dag later uitbetalen, nou oké, dat is lastig en voor sommige mensen vervelend. Maar daar komen we overheen, dat is een dag. Maar ja, een trouwerij waar je een anderhalf jaar naartoe hebt geleefd, opeens een dag uitstellen, ja, dat kan echt niet. Weet je, dus daarover nadenken van, wat hadden we nou nog meer aan de voorkant kunnen doen om te organiseren dat je weet wat er gebeurt als je ruggengraat toch even in elkaar zakt. En dit heeft vooral te maken met informatiebeveiliging en als mogelijk gevolg ook schending van privacybescherming. Er was ook een vraag van iemand die zegt van ja, vandaag is de Europese dag van de privacy. Besteed je daar dan ook nog extra aandacht aan binnen de gemeente Lochem? Op zo'n dag als vandaag, na zo'n hek, dat ook nog aan de andere kant wordt gemitigeerd als risico? Nou ja, weet je, op een dag als vandaag zijn we ook weer druk bezig met, weet je, er zijn in dit land 25 GGD'en en al die 25 GGD'en zijn nu geraakt door het feit dat iemand daar grootschalige informatie van Nederlanders heeft verkocht over testen en BSN-nummers en wat dies meer zijn. Dat is wel waar ik op deze dag van de privacy nog steeds druk mee ben. Hoe gaan we hier nou in vredesnaam weer een vorm van vertrouwensherstel doen naar onze inwoners? En volgens mij begint het hier weer precies mee met wat ik eerder zei. Ruiterlijk toegeven. Wat is er aan de hand? Wat doen wij? Wat kun je zelf doen? En ja, wij zijn inderdaad gedoemd op kwetsbaarheid. Of de GGD er aan de voorkant genoeg aan heeft gedaan, dat oordeel zullen anderen moeten gaan uitspreken. Dat is nu even niet aan mij. Maar dat het strontvervelend is dat we hier nu zitten. En dat dit mogelijkerwijs voor een aantal mensen hele vervelende gevolgen gaat hebben als daadwerkelijk er tot identiteitsfraude leidt. Ja, dat is toch echt wel een risico wat bestaat. Laat ik het maar zo formuleren. Dus dat is de invulling voor mij van vandaag, van de dag van privacy. Ja. En ja, ook daarvan denk ik, dat moet nog extra worden, hoe zeg je dat? Dat belang moet nog groeien. Wat ik ingewikkeld vind over privacy is dat het heel vaak als reden wordt gebruikt om iets niet te doen. Maar het is bijna een soort nep-excuus. Want als we ons zorgen maken over een casus als overheid, mogen we altijd een casus bespreken. Maar het gestructureerd verwerken van grootschalige gegevens is een hele andere kwestie dan maak je je zorgen over één iemand. Want als we je zorgen over iemand maken, kunnen we als overheid altijd handelen. Dus nou goed, maar dat wil ik even hard krijgen. Ja. Wat heb je in dit kader met jouw ervaring, ook met andere bestuurslagen, met Kegel, het hele pakket bij elkaar. Wat heb jij nu voor oproep aan of adviezen voor andere bestuurders in de overheid? Ja, wat ik wel leuk vind, toen dit bij mij gebeurde, ben ik op een heel aantal plekken gevraagd om toe te treden tot structuren en overlegvormen. En dat heb ik eigenlijk allemaal afgehouden, omdat ik me nog niet onderdeel wil laten maken van dat systeem. Omdat ik denk dat dat systeem echt nog fundamenteel moet worden aangepast. Dat de risico's op een andere plek in de keten zitten dan zoals we het nu als Nederland georganiseerd hebben. Dus dat verhaal vertel ik op heel veel plekken. Kijk, aan de ene kant zul je dus op medewerker en op mensniveau maatregelen moeten nemen om de beveiliging te verbeteren. Als organisatie moet je je shit op orde hebben. Weet je, daar hebben we allemaal normen voor. Dus zorg gewoon dat dat op orde komt en die oproep gaan we herhalen. Tegelijkertijd, daarmee zijn de risico's niet nul. Dus wij moeten ons zien voor te bereiden wat nou als het
toch gebeurt en een groter domino-effect heeft dan we ons kunnen voorstellen. En dat is wel iets wat ik blijf herhalen. Dat risico is niet zomaar weg te denken. En daar zullen we ons als samenleving echt op moeten gaan voorbereiden. Dus als jij bij herhaling zegt, dit is een onderwerp wat chefs zou geworden zijn, het hoort gewoon op de bespreektafels te liggen. En niet per se alleen maar op de agenda's van gestructureerde verhalen, maar misschien juist ook wel bij benen op tafel sessies om daar eens een keer... Zal ik eens even wat verstrekken en zeggen, een van de dingen die ik echt niet begrijp, in Israël, die hebben natuurlijk een iets ander militair profiel dan Nederland, maar in Israël is de digitale veiligheid van het land daar chefzagger van de minister-president. En daar wordt gerapporteerd en over georganiseerd. En als ik dan het getrut in Nederland zie wat wij hebben met het NCSC, wat alleen mag informeren over vitale infrastructuur, en het IBD wat nog in ontwikkeling is, en dat ziekenhuizen zichzelf ook nog aan het organiseren zijn. Ik sprak een directeur van een ziekenhuis en die vertelde dat toen Citrix gebeurde, hij 700 keer per dag werd aangevallen met de bedoeling om zijn systeem plat te leggen. Weet je, kun je in deze tijd voorstellen wat het betekent als een ziekenhuis gewoon niks meer kan printen. Weet je, ieder buisje met bloed gaat verloren, iedere prik die gezet is moet overnieuw, want je kan niks meer vastleggen en niks meer in de praktijk doen, anders dan wat je met een beetje gepap en getrut voor elkaar krijgt. Juist al die dwarsverbanden. Wat nou als iemand gestructureerd probeert het waterniveau in Nederland te verhogen? Nou, dat zou zomaar eens iets met terrorisme te maken kunnen hebben. Welk deel van Nederland ligt nou eigenlijk onder water? Juist al die keteneffecten die daar in elkaar zitten. Dat is dus niet de gestructureerde overheid die in kolommetjes naast elkaar zijn. Dat is dat woest ingewikkelde digitale ecosysteem waarin alles met alles verbonden is. En daar moeten we ons heel erg bewust van zijn. Wat nou als daar een stevige klap tegenuit wordt gedeeld? Ik vind dat chefzagger niet alleen voor mij als burgemeester, maar voor het hele land. En ik hoop van harte dat het nieuwe kabinet daar echt stappen in gaat zetten. Dat we dus niet dit nog een keertje heel veel blijven herhalen wat we nu gedaan hebben. Want wat ik al eerder zei, in mijn hek, iedereen was betrokken, maar niemand was verantwoordelijk. Dit was een hele kleine gemeente met een overzichtelijke casus. En goddank dat wij alles maar in één gemeentehuis zaten. Ik sprak een CISO van een grote gemeente. Die zei, joh, ik weet niet eens wie ik moet bellen om te weten in welke gebouwen de gemeente allemaal zit en waar onderdelen van mijn netwerk zitten. Zodra er maar ergens één geïnfecteerde computer in je netwerk blijft zitten, heb je niks opgelost wat je allemaal hebt gedaan. Als je daar geen begin van een inzicht hebt, kun je helemaal niks. Je bent gewoon, staat met je handjes op je rug in de hoek en de klappen zijn nog lang niet voorbij. Dat is het belang wat we als Nederland hebben. Daarom wil ik zo'n soort artikel 5 dat we elkaar helpen. En niet dat getrut over de mandaten en bevoegdheden lopen tot hier en niet verder. En u zit net over het randje. Kijk, bij het NCSC hebben we het over wat is vitale infrastructuur. Tijdens corona hebben we gezien dat we cruciale beroepen zullen moeten beschermen. De boeren hebben één dag een distributiecentrum van een supermarkt dichtgelegd. En toen zagen we al dat de boeren grote problemen hadden met de supermarkten problemen hadden met de distributie. Als dus de distributiecentra van de Nederlandse supermarkten plat worden gelegd digitaal gezien, waar gaan die in godsnaam heen? De hele samenleving heeft er last van. Maar ja, het is geen vitale infra. Ja, dan moeten ze vooral maar naar hun eigen digitale voorlichtingscentrum toe. Ja, jongens, dank je de koekoek. Als het puntje bij het paaltje komt, zal de overheid moeten acteren om dit te helpen oplossen. En daar mogen we als land echt wel wat beter in gaan doen. Als laatste vraag, en misschien een kort en bondig antwoord als dat kan, gezien de tijd. Wat is jouw oproep aan de Haagse politiek, 1,5 maand voor de verkiezingen? Eigenlijk is het heel erg simpel. Open je ogen, zie hoe groot het risico is en ga je ernaar organiseren. Denk niet dat we dit kunnen wegorganiseren, maar we kunnen wel de werkelijkheid accepteren voor wat die is en de organisatie die we daarvoor nodig hebben gaan organiseren. Heel erg dank voor dit gesprek, Sebastiaan. Graag gedaan. Ik sluit ook nog even backstage aan. Ja, dat gaan we nu doen. Dus iedereen is ervoor uitgenodigd als je nog zin en tijd hebt om daarbij aan te haken. Nogmaals dank voor dit webinar. Ik vind het heel inzichtelijk en het was heel prettig en zo nodig om hierover te praten. Dus wellicht tot de volgende keer in deze setting. Beste deelnemers, dank jullie wel voor jullie aandacht. En misschien tot zometeen in de backstage. Denk even aan de enquête en anders tot een volgende SIP webinar. Fijne dag verder. Dank.